Bij een groot treinongeluk in het zuiden van Duitsland zijn zeker vier doden gevallen en zo'n 150 gewonden. De ravage is enorm. Twee regionale passagierstreinen zijn hier frontaal op elkaar gebotst. Beide locomotieven zijn ontspoord en sommige wagons zijn omgeslagen. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zeven vanmorgen in de buurt van Bad Aibling in Beieren, Ten zuidoosten van München ligt dat. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Helikopters en ambulances proberen iedereen zo goed als het kan te helpen en af te voeren. Het ongeluk gebeurde op een stuk enkel spoor. Hoe de twee treinen op dezelfde rails terecht konden komen, is nog een raadsel.